Een felle brand en een explosie dinsdagmiddag aan de Brouwerskampweg in Sonnenbreugel. Er vielen gewonden bij. In het pand was een visverwerkingsbedrijf gevestigd. Door de ontploffing is een groot deel van het pand ingestort. De brandweer rukte uit met meerdere wagens. En ook zijn twee ziekenwagens en een traumahelikopter opgeroepen. De gewonde is behandeld door ambulancepersoneel. Aan het begin van de avond was de brandweer onder controle.